We lezen gemeen met elkaar Lucas 2 vanaf vers 39 tot 52. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 2 vanaf vers 39 over Jezus' tempelgang. En daarom zongen we natuurlijk ook: ik ben verblijd wanneer bij mij God vruchtig opwekt. Dat gold zeker voor de 12-jarige Jezus. En willen we vanmorgen dan nadenken over de eerste woorden van Jezus. We zeggen heel vaak tegen elkaar, wat waren de laatste woorden van iemand? We kunnen de vraag ook eens omdraaien, wat waren nou de eerste woorden van iemand? Want die eerste woorden van Jezus zijn een motto voor heel zijn leven. En zijn eerste woorden begonnen met Vader. En zijn laatste woorden eindigden met Vader. En er liggen al die andere woorden tussenin. En juist Lucas vermeldt die eerste woorden en ook die laatste woorden.